Hallo allemaal en welkom bij TCG Notorious. Vandaag ga ik weer een random blind box video openmaken. Ik ga weer 5 dingen hier uitpakken. Uit deze mooie, hele volle doos. En we gaan er 5 uitpakken. Ik dacht misschien pak je iets groots. Deze. Oeh, ik heb een Nam Nam's bottle. Van de nieuwe Mystery Makeup Surprise. Aan deze kant op, hè. Ik heb hier heel veel. Oeh! Ik heb er gelijk... Ik heb een Smasher van serie 2. Een Surprise Mall van serie 7. Een Nam Nam's Light. En een Tina Genie. En dat zijn ze. En die ga ik openmaken. Zo. Deze rots is weg, dus die begin ik als eerste. Surprise Mall. Ik heb er al eentje opengemaakt eerder, volgens mij. Welke had ik nog gekregen? Ik heb geen idee. Hier kan je zien welke kleur de Surprise Mall is. Dit is serie 7. Oh ja, ik had die. Die bochel. Dit is wel mooi. En het is een... Oeh. Een kleurige hondje. En wij hebben Misty, volgens mij. Misty de hond. Kan je zien in een TikTok hier. Misty the cat. Love to do tricks for tweets. Birthday June 7. Favorite color, blush pink. Dat is wat, eigenlijk wat ze hier hebben. De pink color. Surprise mall staat erop. Ik vind dit echt hele mooie dingen. Mooie oogjes. Wat is dit? Wat hier? Dan gaan we naar Teeny Genie. Serie 3. Kijk, weer een nieuwe, ik hoop het. Hé, hey, we hebben een boy! We hebben een boy! Een tennisser. Waar staat hij? Het is van de Friends Design, denk ik. Hier. Ja, het is van de Friends Divine. Ja, maar het is een tennisser. Dus het moet van de sport zijn. Ja, hier staat hij. Van de sport. En deze had ik echt nog niet. Ik vind het wel leuk. Oeh. Gaan we naar de smashes van serie 2 is dit. De Ghost serie. Checklist, dat is belangrijk. Ze zijn heel goedkoop bij Intertoys deze. €1,25 voor zo eentje. Dit is de checklist. Dit is de eerste volgens mij die ik openmaak. Dit is een behoorlijk vol. Een oogbal. Gaan we even gooien in 3-2. Oh nee, we hebben eentje in verpakking en dat betekent dat hij met slijm zit. Er zit slijm in deze. Heb ik ergens een bakje? Ik wil het eigenlijk in een bakje doen. Ik heb online gekeken, hij zit super vies, is die? Dus krijg je de slijm variant. Eeuw, moet ik kijken. Helemaal slijm zit erin, zie je? Eeuw, slijm. Zit helemaal onder, joh.
Dit is het. Ik zit helemaal onder slijm, joh. En dit is... We hebben de Ultra Rare. Poep. Monster. We hebben de Ultra Rare gewoon. Is het echt de Ultra Rare? Ja joh, een Ultra Rare. Oesdoezie. Slijmkwijt. Poepmonster hebben wij. Oh, gewoon een Ultra Rare. Daarom zit hij natuurlijk onder de slijm. Iemand zit nog slijm in hier. Ik moet hem straks even schoonmaken. We gaan naar de nummers Light, serie 4. Er zijn niet zoveel lijsten verzameld. Dit zijn ze. Maar kijken welke wij nemen. Oeh, met een prinses met een kroontje. En wij hebben prinses met een kroontje. Oh, we hebben Candy Queen. En die had ik nog niet. Smaak naar grape. Ja, die smaak je echt. Die heb ik nog niet, dat weet ik zeker. Oeh, we hebben sprinkles. En wij hebben strawberry melt light up. Als je deze aandoet, kan je... Kijk, je kan het wel even voordoen. Appa. En als je dit op een donkere... Dit is gewoon wit, hè? We doen het even zo. Je moet het donker houden. En het verandert van kleur namelijk. Maar ik weet niet... Kan ik zo niet doen. Als je het donker doet, dan is het beter. Die kan ook weer weg. Laatste. Dit is ook mijn eerste. Nam Nam Surprise in a Bottle. Zo. Mystery Makeup Surprise. Er zijn vier verschillende soorten. We hebben een nail polish, een lotion, een shimmer, een body shimmer of een body spray. Nou, ik ben benieuwd. Oeh, die is lekker. Oh, moet kijken. Mijn eerste. Zie je het? De deksel kan je eraf halen, deze. En dan kan je makkelijk openen. Oh, het is een soort klepje. En dan kan je hem eruit halen. Het is dat klepje, dan maak je hem weer dicht. Dan kan je heel goed supplee staan. En wij hebben... Dit is ze. Dit is ze. En volgens mij is dit een nail polish. We hebben ook nog de mooie. Ja, wij hebben deze. Scented nail polish. Die hebben wij. Met een strawberry gloss op. Mooi, hè? En dit is een nail polish. En de scent is verschillend. Kijk. Je hebt verschillende. Je hebt een blueberry of je hebt een grape. Kan je deze opendraaien. En volgens mij hebben wij een blueberry. Lekker mooi roze. Oh, die is wel heel scherp. Volgens mij hebben we een grape namelijk. En dan kan je hem ook weer dicht doen. Je kan hem op zijn standaardje zetten zo. Je
kan deze bewaren, want dan kan je makkelijk in de spraystand. Dit zijn de Scented Shimmer. In de achterkant heb je ook nog hier body spray en lotion. En er zijn nog Wave 2 poppetjes. Oh, hij blijft niet staan. Zo, nou blijft hij staan. Dit zijn ze die ik allemaal heb verzameld hier uit die 5 opening. Ja. Wil je niks missen, abonneer op mijn kanaal. Want ik plaats elke dag een nieuwe video. En hopelijk zie je de volgende keer met een nieuwe video. Tot dan. Bye bye. Doei.